Een vlakte van het gebied Kouwendaal, vlakbij de Lierse Steenweg. Bos is er hier nog niet te zien, maar dat zal snel veranderen. Want enkele jaren geleden werden hier door vrijwilligers duizenden jonge bomen aangeplant. Kouwendaal is veel groter dan alleen deze zone. Het gebied ten noorden van Mechelen is in het beheer van Natuurpunt. Maar Natuurpunt wil op termijn ook eigenaar worden van zoveel mogelijk stukjes Kouwendaal. Veel gebieden hebben wij slechts in beheer, hè, dat we geen eigenaar zijn van het gebied. Dat is al een goede zaak. Hè. Zo kunnen wij op vrij korte tijd ons het gebied dat we beheren en dat we als natuur kunnen beheren, kunnen we dat vrij snel uitbreiden. Maar het blijft natuurlijk wel interessanter om ook gebieden in eigendom te hebben. Zo zijn we zeker dat het natuur blijft en ook natuur blijft op langere termijn. Om geld in het laadje te brengen voor de aankoop organiseert Natuurpunt half februari opnieuw een Run for Nature. Een natuurloop met start en aankomst in Rijmenam. We willen er eigenlijk ook voor zorgen dat mensen die dan niet direct iets met natuur hebben, toch ook hun steentje kunnen bijdragen. Dus mensen die dat gewoon graag lopen of zo, die kunnen op deze manier toch een bijdrage leveren. En misschien wel plekjes in onze natuurgebieden te weten komen dat ze voor die nog niet kenden. Met de opbrengst van Run for Nature van vorig jaar en de editie van dit jaar kan Natuurpunt naar schatting enkele hectare natuurgebied kopen. Maar het evenement moet ook een sociaal karakter hebben. Diversiteit hebben wij ook aandacht voor diversiteit, want de Mechelse nieuwkomers hier, de anderstalige nieuwkomers in Mechelen, die mogen zelf bepalen hoeveel dat ze geven voor hun deelname aan Run for Nature 2020 in Mechelen. Run for Nature vindt plaats op 16 februari aan de Sint-Martinuskerk in Rijmenam.